Hey, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal van Chester. Vandaag spelen we een potje Uplink op de map Skyjack. En we gaan kijken of we een chill potje kunnen gaan neerzetten. Ik ga spelen met de Pharaoh Submachine Gun natuurlijk. En we zullen zien met de Combat Focus Specialist. Waarom ik daarmee speel is omdat je dan super snel je streaks kan halen als je hem goed gebruikt natuurlijk. Dit is mijn Pharaoh klas. Als jullie je afvragen waarom ik Ghost gebruik, nou kijk. De nieuwe map packs zijn uit en als een enemy UAV haalt bijvoorbeeld, is het fucked up om daar tegen te spelen, omdat ze jou dan kunnen zien lopen. Waarom ik dan Ghost gebruik is, zij zien mij niet lopen op het moment dat een UAV er is, laat maar zeggen. Waardoor ik gewoon relaxed door kan lopen, zonder dat ik last heb van de enemies die mij dus willen killen. Alleen ze zien mij dan wel. Als ik ga schieten. Maar ja, dat zie je dan toch wel als ik ook geen ghost gebruik. Zoals je weet natuurlijk. Dus gewoon een win-win situatie. Het is mijn mening, zo speel ik. Ik weet niet hoe jullie willen spelen. Ik vind het hier zo heel erg fijn. Dus misschien heb je er wat aan, misschien ook niet. Het is wel irritant als je zulke enemies tegen hebt. Maar ja, maar ik ben nou eenmaal irritant als enemy tegen je te hebben. Dus. Dat is dat. Hij maakt suicide. Dat is niet zo mooi. Oh. Ai shit, ik had niet moeten reloaden daar. Als ik niet had gereload, dan had hij me waarschijnlijk niet gehad. Dan had ik gewoon gereload, cancelled, et cetera. Oké, maar hier zit degene met de satellite. Lekker teammate. Mooi teamwork was dit. Ik gooi hem er mooi in. Mijn teammate zorgt ervoor dat hij die enemies daar zo oppakt. Daar hou ik van, dat wil ik vaker zien. Oh. Jammer dat ze daar wegliepen. Dan lopen ze hier. Gaat hij underground, ja. Teammate heeft hem al. For fuck's sake, teammate. Nou, die gozer loopt met zijn vuist rond, dat is ook niet de bedoeling. Wat zijn deze enemies aan het doen, jongens? Wat zijn deze enemies aan het doen? Dat vragen we legit af. Oh! Ik dacht dat hij boven zat! Wat ben ik een mogol? Ik ben echt een mogol. Oké, hij komt hier uit, hij komt hier uit. Teammates! Hij heeft me ook nog, dat is die Silence WMP, klootzak! Nee! Fuck my life. Nu heeft hij me niet, jongen. Ik heb mijn combat focus binnen, geef me jouw WMP is. Hij heeft er best wel veel attachments op staan, zo te zien. Oh, er zit er daar nog een. Ik wacht heel even om mijn combat focus in te callen. Gewoon omdat ik nog niet echt mijn streaks heb, laat maar zeggen. Oké, nu is het wel handig om hem in te callen. Wacht even, 3, 2, 1. Nu. Kijk, dan heb ik mijn counter UAV. En dan bijna mijn hater, shit. En ik heb ook mijn hater. Oh, ik zat even vast in die muur. Maar dat maakt me geen ene flikker uit. We hebben nog 1,5 minuut op de klok. Voordat deze ronde eindigt. We gaan best wel lekker. Dit zijn dus de momenten van Skyjacked, oftewel Hijjacked van vroeger. Die echt heerlijk zijn gewoon. Non-stop, toen nog Orbital in de lucht. Nu dus haters. Gewoon lekker de game mode Uplink spelen die er toen nog niet was. Maar natuurlijk nu wel. Echt, dit vind ik echt gewoon weer heerlijk. Gewoon. Zit hij toch beneden of niet? Allemaal hier. En dan zit hij daar. Oh, die gozer haal ik zo weg, hè. Die hebben me geloof ik al maar van de 5 keer dat ik dood ben gegaan, heeft hij me elke keer gekild. Sorry, teammate. Er is hij weer, hoor. Oh, shit. Gelukkig een assist. Ik ben tenminste niet dood.
Daar gaat het om. Oh. Ah, Vesper outgunnen is zo moeilijk, eerlijk. Dat is echt onmogelijk om te doen. Als je een Vesper kan... Wauw, hij springt dan over me heen. Dat is wel het irritante dat ze aan kunnen wallrunnen op dat stuk. Dat vind ik het enige nadeel een beetje. Er zitten hier nog twee mensen. Zie je wel, niet in onze span lopen. Dat moet je niet doen. We staan 3-0 voor op dit moment. 26-7 is onze ijscore voor dit potje. Er komt natuurlijk nog een ronde aan. En je kan als uplink, als je met een party uplink goed speelt, kan je uplink geloof ik, wat was 20 minuten laten rekken. Als het goed is. Dan moet het wel 3D worden, maar dat gaat niet gebeuren. Geloof mij nou maar, dat gaat echt niet gebeuren. De enemies gaan niet zo goed. Alleen die eerste gozer. Die Ghost Tempest. Ik heb nog een countertje, dus die ga je gewoon in. Oh jongen, get shrekt. Holy shit, hoe heb ik dit overleefd? Kijk, hier speel ik even voor. Let's go. Nieuwe hater is in. Niet mijn heter uit de lucht schieten, jongens, dat mag niet. Ik ben heel eventjes aan het concentreren, boys. 1 seconde. Spannen. Oh shit. Ik heb even een nieuwe hater nodig, jongens. Ja, hij zit sowieso hierboven. Nee, dat zat hij niet. We gaan heerlijk, boys. Alleen maar zijn enemies. Oeh. De enemies zijn in onze span, lijkt het wel. Oh nee! Shit, ouwe! We hadden echt een dikke streak, geloof ik hoor. Oh my god! Hoeveel hits wil je in je krijgen, ouwe? Kerel. Echt, ik hou van Skyjack, jongens. Skyjacked is love, Skyjacked is life. Kijk, ik had helemaal combat focus, heb ik nu verneukt. Alhoewel, ik heb nog een UAV counter. Oh my god, weer die Vesper, jongen. Die Ghost Tempest is het enige gozer die in een enemy team wat kan. Kijk, ik word nu ook gespantrapt, omdat de spans kut zijn. In uplink dan, hè. Skyjack is natuurlijk heerlijk om te spantrappen. Maar, zodra de spans in één keer hetzelfde zijn, althans hetzelfde blijven, dus niet switchen, laat maar zeggen, dan is het wel echt irritant, want dan word je echt constant gespantrapt en ik score gewoon... Eventjes de bal. Oh, get turned, vriend. Get turned. Oh, nou is weer Ghost Tempest. Hoe gaat het, Ghost? 34-16. Ik kan even een 50 plus droppen. Ik heb nog 1 minuut de tijd. Dat gaat wel lukken, denk ik.
Er zitten ook nog maar 3 enemies in, dus dat is jammer. Yep, 50 kills, let's go. Score maar, teammate. Dat doet hij niet. Oké, okay. Oh, fucking hell, hoeveel hits zou die hebben, ouwe. Lekker lange video is dit voor jullie een keertje, jongens, dus. Het zijn nog maar 2 enemies, dus jongens, end het nou maar. Dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen. Dan hoeven de enemies niet meer gepakt te worden. Ze hebben het lekker gedaan, teammates. Voor mij zitten ze nu ook gewoon te hiden voor ons. Er zit hier één rechts van ons. Teammates, score gewoon nog eventjes. Dan krijg ik nog punten erbij. Let's go. Ik had die ghost jumps ook nog eens een keer. Bam. Potje is afgelopen. 52-13 is mijn eindscore. Ik heb 1 keer carry gehad. Oftewel, gewoon dat ik de bal beter op ga. En 1 throw waardoor ik ook heb gescoord. Mocht je nog even van deze video, laat je blauw duimpje omhoog achter. Helpt me enorm. Dan hoop ik jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus als deze video 100 likes kan halen, zou ik dat enorm waarderen. Lukt dat niet, dan is het jammer. Maar ja, jongens. Bedankt voor het kijken. En tot morgen, jongens. Doei!